waren eigenlijk al wel op zoek naar een appartement, gelijkvloers. Maar we vonden niets naar ons zin, wat een beetje betaalbaar was. Dus zodoende hebben we daar nu op ingeschreven. Nou, het is nu 4 maanden. Het is nu 4 maanden, dat ik thuis ben. Dus hij heeft al 3 maanden in Gooisig gelegen. Omdat ik invalide ben geworden door een herseninfarct. En dat is op 2 november gebeurd. Dus dan wordt de situatie en de omstandigheden worden dan opeens heel anders. Maar dat is dus eigenlijk de reden dat we dus gingen kijken van kunnen we niet gelijkvloers gaan wonen? Want ja, we hebben hier dus een oud huis met een steile trap. Maar onze dochter Monique maakte ons zo patent dat ze daar nieuwe appartementen aan bouwen waren. Ja. Dus zo is het eigenlijk in de stroomversnelling gekomen. En ik zag de foto's en de dochters waren heel enthousiast. Oh mama, het is zo mooi nieuw en hè, waarom niet? Egelantier is voor ons een fijne plek, omdat het hier in de buurt blijft. In de bloemenbuurt. En daar ziet het er gewoon heel gezellig uit. Met rode dakpannen, schuine daken, dus 3 hoog. En ja, dat sprak mij gelijk aan. En haar ook van de foto's. Dus, ja. Ja. Dus dat is de reden waarom we daar gekomen zijn. We hopen daar nog vele jaren gelukkig samen te zijn en te leven. Maar toch kleiner dan ik dacht, de kamer. Maar ik ben er wel blij mee dat alles zo gelijkvloers is. Mooie schuifdeur naar de slaapkamer. Mooie badkamer, alles mooi licht. Mooi terras, ruim terras. Ja. Bij een heleboel aanleunwoningen heb je maar kleine balkons. En dit is hier voor ons lekker aan. En ook het mooie erkerraam hier. Ja, vind ik heel mooi. Ja. Heb je eigenlijk altijd willen hebben, hè? Ja, eigenlijk, ja. Nou, kijk dan. Natuurlijk, het is nog helemaal het is heel klaar, nieuw. Maar het is, ik ben er heel blij. Ja, het is even wennen, dat is logisch. Maar ik ben er ook heel blij mee. Zeker weten, ja. Ik heb net even geïnformeerd, we krijgen 1 april de sleutel. 1 april? Dat is dus over 2 weken. Dus dan mag je aan de gang in dit huis.